Iedereen die een beetje van RPG's houdt in deze wereld, die kijkt al jaren uit naar de opvolger van Oblivion, hè? Die Elder Scrolls, Skyrim. Maarten, jij hebt er gespeeld hier op Gamescom bij Bethesda. Ja, ik heb niet gespeeld, maar ik heb wel 3 kwartier in-game gameplay gezien. Er werd gespeeld, werd gedemonstreerd. 3 volle kwartieren en het was awesome! ...45 minuten durende gameplay heb jij gezien. Ja. Wat viel je op? Nou, het waren dus de eerste 45 minuten van de game. We hebben serieus gewoon de game feitelijk opgestart. En bam, gewoon begonnen. Character creation, alles. En dat is sowieso al een van de meest uitgebreide character creations die ik heb gezien. Duurde dat niet sowieso 20 minuten of zo? Nou, dat was eigenlijk misschien wel de helft van de tijd. Nou, ik denk een kwartiertje of zo. Nee, want ik bedoel, helemaal Wouter bijvoorbeeld, die kan daar echt uren mee bezig zijn. Ja. Nou, die deal met de Sims en die al. Maakt zichzelf met altijd Mass na, ook, met Mass Effect ook, is hij zo lang mee bezig. Maar in ieder geval, hier heb je ook ongelooflijk veel keuze. Je hebt al de bekende rassen, weet je wel. Wood Elves, Dark Elves, Orcs, alles. Het valt gewoon op dat het zo uitgebreid is, weet je wel. Tattoos op het gezicht, slagtanden, littekens, bloed, haren. Echt alles, hoe dikke kin van de, hoe heet het, de dikte van de kin. Of de kleur van je neus. Je kan echt monsters maken. En nou, dat was wel leuk. Dan kom je automatisch uit bij hoe het eruit ziet. Nou, wij kozen een ork uiteindelijk. Ja. Een mannetje. Een beetje een dunne gast. En uiteindelijk kwamen we een grot uit. En daar begon de game feitelijk. Een beetje een besneeuwd landschap. Echt Noords. Echt ja, Scandinavië. Ja. To the max. Watertjes, beekjes, dennenbomen. Op een gegeven moment zag ik gewoon eland het water in lopen. We hadden wat bloemetjes geplukt. We weten niet wat die bloemetjes doen met alchemie of iets dergelijks. Holy shit, Rennen, moet je daar eens achter je kijken. What the fuck is dat? What the fuck, man? Wat is dat dan? Dat is een pak. Het is een vlinder, nee. Oh, wat? Nou, dat is gewoon bodypaint. Nee, het is geen bodypaint. Ze heeft een pak aan. Jawel, man. Zie die string. Die zie je er gewoon doorheen. Oh ja. Nou ja. En wat verderop zag ik allemaal vissen zo boven het water uitspringen. Ja, oké. Okay. Mooie details. Ziet er goed uit. Nee, ik wil dat even vertellen, want dat is leuk. Want die vissen, die doen dat omdat er dragonflies boven dat water zitten. En dan gaan die vissen dat proberen te vangen. En die dragonflies, die kun jij weer vangen. Ook voor alchemy en cooking, allemaal dat soort shit. En je kan feitelijk, als je deze game speelt, je kan de main quest volgen. Ja. Die duurt zo'n ongeveer 25 uur. Daarnaast heb je nog allemaal facties en steden waar je allemaal sidequests aan kan doen. Je bent die zo 100 uur kwijt. Minimaal. Ja? Ja, minimaal. Echt waar, als je alles wil doen, dan ben je zo 100 uur kwijt. Dan heb je nog dungeons. Nou, wij zijn op een gegeven moment snel. Ja, dat is ook wel zo. Maar wij hebben op een gegeven moment een dungeon gewoon ingegaan. En dat ziet er sowieso heel cool uit. Creepy. De vijanden, de magiërs, je vuurballen schieten. Alle shit die je kan doen, kan je unlocken. Kijk, het is gewoon echt wel de bekende gameplay. Dit verwacht je ook van dit spel. Dus wat dat betreft is het niet heel speciaal, maar het ziet er gewoon goed uit. En de mogelijkheden zijn eindelijk. Ja, want ik heb ook gehoord dat je bijvoorbeeld een leeuw kan fillen en daarmee je wapen aankleden ofzo. Ja. Je kan bijvoorbeeld, je hebt een soort blacksmithing, daarmee kun je, dat ken je ook wel. Daar heb je gewoon een soort mijnmaterialen, ijzer, daar maak je een wapen van. Maar je hebt er ook leer bij nodig. En ja, dan moet je een beest killen. Als je een wolf killt, heb je een klein stukje leer. Als je een mammoet killt, heb je een groot stuk leer. Maar je moet allemaal dingen combineren. En dan gewoon die enchanted stenen heb je weer, die je kan combineren. Dus met enchanten, disenchanten. Ja. Je gaat allemaal combineren en je begint met een bepaald aantal skillpunten. Maar alles wat je doet, daar word je beter in. Magie, heb je dat ook kunnen zien? Nou ja, je kan echt heel makkelijk switchen ook tijdens combat. Dat ben je misschien ook nog wel gewend. Maar je kan natuurlijk gewoon van de two-handed access heel slow. Dus als een magier ijsbal op je staat knallen, dat werkt gewoon niet echt. Dan kan je beter misschien met vuurballen terugschieten. Dan kan je heel makkelijk switchen. Of je gaat naar healing. Ja. Hij onthoudt wat je combinatie was. Als je bijvoorbeeld met één hand wil healen en je had voorheen een one-handed axe in je hand, dan onthoudt hij die combinatie. Ook als je switcht naar een two-handed axe en je switcht weer terug, dan onthoudt hij dat automatisch. Je kan ook met twee handen tegelijk healen. Dus als je in allebei de krachten healing hebt, kan je voor de rest niet zoveel doen. Maar dan kan je wel dubbele extra power hebben. Ah, kijk, ik zou het liefst hier 45 minuten doorbrabbelen. Want ik kan echt denk per seconde vertellen wat ik gezien heb. Ja. Wordt een beetje te lang, denk ik. Denk het ook. Het is gewoon een hele leuke game. En dat die combat misschien, ik vind de combat af en toe een beetje clunky. Maar die gewoon een paar keer missen. Dat zag gewoon heel dom uit. Maar in Oblivion had je dat ook nog wel een klein beetje, weet je? Dat je een beetje. Maar dit is ook wel een beetje met die hele grote games, hè? Fallout heeft het ook wel, Oblivion ook. Er zit gewoon zoveel gameplay in, dat ze moeten dan een beetje inboeten op zo'n vlak. Ja, het is en ook zo, het is heel storend. Ja, het is ook wel zo dat je bij zo'n game heb je gewoon, de combat is er wel en dat ga je ook wel doen en dat heb je ook wel nodig, maar de nadruk ligt op het ontdekken en op het avonturieren, zeg maar. We'll be right back.
Skyrim is voor mij, en ik denk voor alle RPG-liefhebbers, gewoon fantastisch. Hij komt 11 november uit en ik ga even een week vrij nemen denk ik om die game te spelen. En heb je nog niet eens de draken gezien? Ik heb geen enkele draak gezien. Zit het erin? Ja, het zit zeker in.